Schaut auf, Freunde, wenn dieses Flugzeug gleich gelandet ist, versammeln wir uns alle zusammen auf dem Berg für ein Flugfoto. Besser wäre, wenn man etwas versammelt hier vorne, ist noch eine Menge Platz, und oben, dann ist alles besser gefüllt hier. Geht mal drei Schritte zurück. Und es wird alles kleiner. Hier vorne ist noch eine Menge Platz. Wieder. Hier. Benny, wo ist denn die Luft gekommen? Mal gucken, ob du mich hast. Ja. Wolltest du kein Bruchstück haben? Oder nur die Hälfte? Nein, es klappt. Ja. Vanaf niet helemaal op. Klant, dan moet je tijdje omhoog houden. Ja, aber die wollen in der Mitte der Schwerpunkt. Oder? Nee, auf den Tatbecken. Raast je me hier op slot. Leuk op. Thank you.
Kunt u even eerst twee minuten even wachten tot de hortenvlieger, de elektrovlieger naar beneden gekomen is, die nu op de startbaan staat. Dit is het langste. Ja. Dus deze nieuwe staat zo. Dan kun je allemaal tussen. Nou, en deze. Zo klein, wie dat originaal toestel. Die modelbouwer heeft dat model uitgerust met in een elektromotor. In een 22-14-inch propeller die samenklappbaar is. Onze aandrijving is elektrisch. Also, er zit een elektromotor erin. En de elektromotor wordt aangedreven door 20 Sanyo-cellen. Dat zijn de meeste mensen niet veel. Dat zijn iets grotere batterijen die de penlights. En om stroom te sparen. Steht sich das Modell mit einer Katapulte hoch und start, wenn es dann los ist von der Grund, der Elektromotor. So, du läuft der Elektromotor. Seh ich? Das Nasfilter ist indreckbar und wurde von der HRA von Sorgen in mehr als 100 Uhr gebaut. Als je nu goed kijkt, kunt u zien dat het naast u ingetrokken is. Ja, het naast u is weg. Die modelbouwer heeft aan dit toestel ongeveer 1500 uren van zijn vrije tijd besteed om dat toestel te bouwen. Dames en heren, zo'n toestel heeft natuurlijk niet een enorme vliegtijd. De piloot heeft het landingsgestel uitgevaren en komt nu landen. Je ziet, de propeller achter is bijeengeklapt om niet beschadigd te worden en hij zet in keurig netjes op het veld neer. Dat is een mooie demonstratie. Inderdaad een experiment was. Het was
Het was damals een sensatie dat een vliegtuig geboord wurde dat praktisch alleen toen in het vluchtje zat. Dank u wel. Kijk nu naar boven wat we nu in de lucht zien. Dat is nu echt experimenteel. Het vliegtuig is zonder vleugels. Het is ongelooflijk wat zo experimenteerd wordt. Maar dat gewoon vliegtuig. Maar man merkt ook, maakt dat ding niet zo snel, piloot. Dan wordt het instabiel. Nou, dames en heren, hij heeft toch bewezen dat hij vliegt. Dat doet hij, dat doet hij opgesteld, dames en heren, dat kan. Niet de lucht in, heb ik gehoord van de piloot. Hij is nog niet zover. Hij heeft dat nu eventjes demonstreerd. Ja? Ik kan goed met de computer. En TFT. Ik heb een echte computer. Nee. Ging niet. Ik was niet. Ik kan niet. We gaan nog de laatste keer de motoren checken, en dan is de Fokker Friendship ready voor take-off. Zo zeggen ze dat in de vliegerij, klaar voor de schaar.
we gaan landen hier. Gisteren, of hier gisteren. Dus. En dan experimentale vliegers onder ons die hier aanwezig zijn. Het ook is eindzin dat we in verband met het hele conflict wat we hier staan hebben, ook zo'n model vliegen hadden. Ik geloof eigenlijk dat geen vliegtuig wat niet gebroken is, also een vliegtuig dat niet door een bouwdoos komt, zonder echt nagebouwd is, voor een echt vliegtuig, dat dat gewoon een experiment is. Dit zijn mensen die hebben alles zelf gemaakt, moeten vertekeningen, dat ze in eindzetten, die woord vermeten, alles moest zelf gemaakt werden. Also dat is niet zo dat die man naar een winkel gestapt is en heeft gezegd, ik heb graag een bouwdoos voor een Fokker Friendship. Dat bestaat nämlich helemaal niet. Sondern er heeft zich gewoon de originalunterlagen bezorgd van deze Friendship. En dan heeft er thuis alles vermeten. Ik ben jammer genoeg van hier achter niet alles zien. Wel niet de grote plaats. Maar Air France is hier thuis. Hij is van de eigen vereniging hier, van MFC Nederland. Ik geloof dat hij hier al öfters geland is. Dat zal hem ook iets keer lukken. Daar komt hij binnen. Vrijlanding van de Fokker. Modellbaufreunde, eine Sporenvorführung des Stabing aus Kam in Bayern. Ja, wer was ist das? Und in Stunde hat wir haben hier nur noch 3 Flugzeuge auf dem Programm schon. Und zwar der Stabing. Ein Champion-Modell. Wie ist das ungefähr? Es ist eigentlich nicht zu verteilen. Höre, da startet alle 4 Elektromotoren. Wie ich das vorhin al gesagt habe, die Elektromotoren und die Akkus, die drin sind, die wiegen allein al 3,5 Kilo. Gelandet ist, sehen wir noch eine Einzeldemonstration von Eddie Eilmeier mit seinem ferngetriebenen Flugzeug und dann haben wir wieder Thank you.
prachtige landing van het verkeersvliegtuig met zijn adres van Eddie Adams. Natuurlijk om het zo te zeggen, een enorme prestatie dat deze staat heeft die door Evenland gevlogen wordt door Peter Gillis. Hij heeft net weer twee op het vliegtuig neergezet, trots deze wind. Hij zegt, ik kan gewoon in naar huis gaan, zoals ik gevlogen door hebben. Hier, hier, hier. Het is allemaal prachtig gegaan. Er zijn weinig modellen. Maar de beste oplossing is wel om het kort te houden. En dan doe ik dat gewoon in het neer. Hey, is levensvatbaar. Er zijn heel veel bijzondere modellen. Ze worden steeds mooier. De mensen durven steeds meer met vliegen. Ze kennen hun modellen steeds beter. Het weer was niet geweldig. De weg was sterk. Maar met de vliegen kwamen we allemaal op. En de afwerking en de ideeën werden steeds beter. We hebben hier met minimale geluidsbelasting. Walter Rusner was met een schaalmodel van Voyager aanwezig. Staat ook niet op de regel voor te krijgen. Is dat bij? Ja, toch? Goed, zit hier in Helmond. Was met Kursets aanwezig. Van Fransen met de Frenchie. Theo van Dijk met de Autovol model. Hij is ongeveer een man die er elke keer bij was. Fred van der Hoge, André Keller, Leute van Luftschip. Voor de Zeppelin was het dus dat lukte niet zo erg. Straks gaat het ook misschien nog Jan Houwer. Jan, dat ben ik. Pieter Marsden. Ik heb een tandje voor. Heel erg goed met een helikopter.
langzaam en snel. En Stefan Dorp. Stefan Dorp. Zo, je had een pokaal van de 25 miljoen, die heeft het vergeten. Omdat ze aan de lange jubilee van de aanhoud hebben. De muziek heeft dat wel niet verdiend. Ze maakte de resultaten bij de filiaal. Voor het maakte je wel op die spaas, dat is vertrouwen niet nog meer dan in de theater. Dat is waar. Thank you.
kunnen gebruiken bij het schansen. We hadden een zeer gewaardeerd Klaus Jacob naar voren. Hij heeft een schaalmodel gemaakt van Otto Lilienthal. Zet Vitek wat een accumulerende heenlicht door mevrouw Lilienthal, de eerste streden van luchtvaart mee verbonden. Dus een van de jaartallen toen eindelijk is gewonnen. In de categorie vliegen is ook een man bij Gelukkig 2 vooral heel duidelijk naar voren was de Horten, 9. Die vonden we allemaal heel erg indrukwekkend. En bij vliegen was Pulcher, team van Helmond, dat ook erg indrukwekkend vloog. En de deelnemers vonden dat ook zo. En de beker voor de categorie vliegen, die Kummer gemaakt heeft, is daarom voor Pulcher team Helmond. Aufgefüllt. Allen Leuten können wir es natürlich nicht recht machen und es sage ich, es bleibt dabei, es ist ein Experiment. Aber mein besonderer Dank als, darf ich so nennen, als Freund dieses Vereins hier, gilt an einen Mann. Ich bin gestern Morgen hier um 10 Uhr angekommen und ich fand einen Flugplatz, einen Modellflugplatz vor, ich fand ein Zelt vor, ich fand alles. Und das, glaube ich, haben Sie auch unterfunden, optimal organisiert. Und bitte, die holländischen Teilnehmer, seid mir nicht böse, dass ich jetzt in Deutsch rede. Ich glaube, ich kann besser in Deutsch reden, das verstehen mehr Leute wie im Holländisch. Ich glaube, wir dürfen einem Mann dafür danken, der sich sehr viel Mühe gemacht hat und der
dieses Inter-Ex-Fliegen optimal, nach meiner Meinung und nach meiner Erfahrung, organisiert hat. Und das ist Paul Fischer persönlich. Bravo. Okay.